Tony Shipyards is een bouwer van luxe jachten. Zonder onze mensen zouden wij niet zo'n mooi product kunnen maken. En ik vind het gewoon heel prettig om als HR-adviseur te zorgen dat we de juiste mensen op de juiste plaats hebben om dat eindproduct te kunnen bouwen. En ja, we zijn een bedrijf waar mensen met veel passie werken. Mensen hebben het hier heel erg naar hun zin en dat willen we ook graag zo houden. Aanleiding voor mij om te starten met de opleiding professioneel HR-adviseur bij Avans Plus is geweest dat ik binnen Mone de enige persoon ben die de rol van HR-adviseur vervult. En ik was op zoek naar wat extra gereedschap om de HR-rol binnen Mone Shipyards te kunnen verstevigen. Op het moment dat je gaat studeren en wil leren, ja, dat het heel goed is als je uit je comfortzone gaat, want dan kan je pas eigenlijk gaan ontwikkelen. Dus ik heb daar ook wel bewust voor gekozen, ook met de module adviseren en coachen. Ik zag dat er heel veel rollenspellen bij kwamen kijken en dat was niet echt mijn hobby. Maar eigenlijk die rollenspellen heb je echt nodig om te kunnen groeien. Die rollenspellen zorgen ervoor dat je werksituaties kunt oefenen, feedback krijgt. Mij heeft het een stuk krachtiger gemaakt en meer vertrouwen gegeven doordat ik uit die comfortzone gestapt ben en het aangegaan ben. Ja, en daar ben ik gewoon persoonlijk erg in gegroeid. De toegevoegde waarde is dat je eigenlijk nu een heel netwerk hebt van HR-collega's waar je dan nu achteraf ook nog contact mee hebt en die ervaringen kunt blijven delen. En nu merk ik door de kennis die ik heb opgedaan, het vertrouwen wat ik daarmee heb gekregen, dat ik meer op gelijkwaardiger niveau met het management aan tafel zit. Waardoor je samen dat HR-beleid nog verder vorm kan geven.